Leven in volheid. Daar verlangen we allemaal naar. Maar wat is dat? Niet dat je je tijd zo vol mogelijk propt. En ook niet dat alle problemen zijn opgelost. De Engelse Dominicaan Timothy Radcliffe schreef een boek over de kracht van christelijke verbeelding. 12 mensen van de verbeelding, 6 kunstenaars en 6 predikers gingen 2 aan 2 in gesprek. In deze aflevering kunstschilder Egbert Modderman en hoogleraar theologie en lekendominicaan Stefan van Erp. Ah, Stefan. Dag Egbert. Kijk, welkom. Nou, daar zijn we. Ja, dus ik zag jouw schilderijen op het internet. En ik werd daar onmiddellijk door geraakt. Om allerlei verschillende redenen. He, dus de gewaden, de huid, de muren, he, dus de... Ja, de textuur eigenlijk, de gezichtsuitdrukkingen, hè, dus die, de mensen die je aankijken. Het feit dat het om Bijbelse verhalen ging. Dus om al die dingen samen. Als ik zelf aan de studenten probeer uit te leggen wat is nou precies geloven, dan zeg ik, wat het in ieder geval niet is, is dat het maar één ding is. Het is niet alleen maar dat je in God moet geloven. Of dat het om een ethiek gaat. Hè, dus wat ik probeer over te dragen als docent, is dat je geloven niet moet reduceren tot één ding. Maar wat ik zag in jouw schilderijen was dat het al die dingen samen, die spreken ons aan. En dat heeft voor mij heel veel te maken met wat geloven eigenlijk is. Zo kwam ik in eerste instantie bij jou uit. Wij zitten hier in de apsis van de Martinikerk en daar hangen jouw werken van barmhartigheid. Je bent nog niet helemaal klaar, hè? Ze zijn er nog niet allemaal. Nee. Maar toch al heel wat. En het viel mij op, al die schilderijen worden we aangekeken. We hebben samen dat boek van Timothy Radcliffe gelezen. En ik zag een soort overeenkomst tussen wat hij doet in dat boek en wat jij doet met je schilderijen. En dat heeft met dat aangekeken worden te maken. Voor mij gaat geloof niet zozeer over onze manier van kijken. Maar dat gaat, denk ik, primair over aangekeken worden. Dat je gezien wordt, dat je ergens bij betrokken bent, dat je ergens bij hoort. En dat je dat niet allemaal zelf in het leven hoeft te doen. Nee. En dat gebeurt in jouw schilderijen ook. Hè? Dus in plaats van, denk ik, hè? Dus zoals ik het heb gezien. In plaats van dat jouw schilderijen een antwoord zijn op een vraag. Of een uitdrukking zijn van een bepaald soort verlangen. Of een manier van zingeven, zoals we dat tegenwoordig eigenlijk zeggen. Geloof heeft met zingeven te maken. Gebeurt hier iets wat andersom is. In plaats van dat het over mijn verlangens gaat, over mijn zoeken naar zingeving, kijkt er iemand mij aan en betrekt mij in het verhaal? Nou, dat herken ik wel. Los daarvan is het natuurlijk ook wel zo. En dat vind ik ook wel sterk naar voren komen in het boek. Dat je dat aankijken, daar zit ook een soort ongemak zit daarin. Dus op het moment dat je fysiek iemand aankijkt, dan is dat eigenlijk ook wel, eigenlijk creëer je daarmee een heel intiem moment tussen twee mensen. Dus in die zin vind ik het ook wel heel logisch dat het begrip aankijken of iemand zien of gezien worden, dat zo'n duidelijke rol speelt in het geloof. Want dat is in essentie de meest intieme fysieke band die je zo ongeveer zou kunnen hebben. Om dan direct een voorbeeld te geven daarvan. Als je dit schilderij hebt, dit is eigenlijk een variant van de 4 vrienden die hun verlamde vriend voor de genezing brengt. En normaal gesproken zie je eigenlijk altijd het beeld dat ze die vriend aan touwen door het dak laten zakken. Dus dat is een heel bekend beeld, is dat. En hier heb ik eigenlijk een paar momenten eerder in het verhaal gekozen. Een moment waarin ze met die vriend door de stad lopen. Als ik als kijker bijvoorbeeld naar zo'n middelste gezicht kijk en ik maak contact met hem, dan het is niet per se een vriendelijk en prettig gezicht. Er zit bijna iets defensiefs zit er in hoe die kijkt. Ja. En het leuke van aankijken vind ik ook, dat is wisselwerking. Dus als mens ben je gewend dat op het moment dat je oogcontact maakt, dat je dan niet alleen
jezelf laat zien, maar dat je ook eigenlijk rechtstreeks in het gezicht van die ander een soort van, eigenlijk een oordeel kan terugzien van wat die persoon van jou vindt op dat moment. Dus is het goedkeuring die je ziet? Is het afkeuring die je ziet? Het is, in die zin is het echt even jezelf openstellen. En dat zorgt er, vind ik, voor dat als je een schilderij maakt, dat die emotie veel heftiger overkomt en jou veel meer onderdeel van het moment maakt dan wanneer je gewoon een soort observant blijft die op afstand ernaar kijkt. Dus vandaar dat je het eigenlijk in al die schilderijen hier ziet. Want je wil, als je schildert over een thema als barmhartigheid, dan wil je dat appel er ook in zit. En dat daarvoor is eigenlijk zien en gezien worden en aankijken. Dat is het eigenlijk de allersterkste drager van emotie. Nou, we hebben elkaar nu een paar keer ontmoet in Antwerpen en hier al een keer. En eigenlijk dan vertelde jij dat jij al heel lang, of in ieder geval een tijd rondloopt met het idee van, goh, een schilderij van Sint Dominicus. En eigenlijk heb je mij dat ook gevraagd, van, goh, zou ik dat willen schilderen? En dat leek mij een interessante uitdaging om eens aan jou te vragen. Omdat je uit een andere traditie komt. Dus ik dacht, daar valt wat van te leren. Hè? Dus dat je op een andere manier tegen heiligheid of een heilige aankijkt. En ik dacht, het is ook eens interessant om van een ander te horen, wie is Dominicus? En wat betekent het als je Dominicus verbeeldt? En als jij dat zou doen, wat leer ik daar dan van? Voor de Dominicanen is prediking staat centraal. Van Dominicus hebben we geen teksten of nauwelijks teksten. Dus die prediking moet eigenlijk voortkomen uit een inspiratie. Die heeft met broederlijkheid te maken. Die heeft met erop uittrekken te maken. Dat heeft met midden in de wereld staan te maken. Nu ben ik benieuwd, als kunstenaar, denk ik heb een schets gezien van Dominicus. En volgens mij heb je hem heel goed getroffen en het is ook een heel mooi beeld. Even uitrusten, even aan je voeten zitten. Prachtig. Maar hoe schilder je nou dat zo'n figuur een inspirerende figuur is? En dat het aanzet tot broederlijkheid en tot prediking. Hoe komt dat voort? Ja, vriendelijkheid zeg je. Dus dat is inderdaad, denk ik, dat spreekt aan. Maar die prediking, hè, die gedrevenheid die jij had, hoe schilder je dat? Ja, dat is de crux, is dat eigenlijk. Waarom heb je als mens dat je een bepaald gezicht ziet en een bepaalde blik, dat het überhaupt iets betekent? Zeg maar, wat zijn nou de aanwijzingen in een gezicht die jou vertellen dat iemand zin heeft om met jou te praten? Of dat iemand geen zin heeft om met je te praten? Of dat iemand even geïrriteerd is of juist blij is om je te zien? Dat is eigenlijk ongelooflijk subtiel. En in een gezicht is eigenlijk een wereld aan informatie die je erin kan lezen. En ik denk dat als je een schilderij weet te maken van Dominicus met een type gezicht, en dat is aftasten en proberen en kijken, waarbij als je dus oogcontact met hem maakt en hij kijkt je aan en je ziet een type blik die eigenlijk, waarbij je eigenlijk direct denkt van, goh, hij heeft me iets te vertellen. Het klinkt heel cliché, maar die blikken zijn er. Zeg maar, ik heb ook een soort beeld in mijn hoofd. En dat is, ja, dat moet gewoon geschilderd worden. Dus het is ook moeilijk om te vatten in een gesprek. Maar ik weet zeker dat als je een schilderij kan maken waar dat gezicht, waar het goede gezicht in zit, met de goede uitdrukking, en waarbij het bijna lijkt alsof die iets op het puntje van zijn tong heeft, waarvan hij zegt van, nou, dit moet ik je even meedelen, dan ben je er. Dan heb je Dominicus te pakken. Dus het gezicht en de blik vertellen het verhaal. Ja, 100%. 100%. Ja. Maar dat moet je zien op den duur. Dat is heel subtiel. Bedankt voor dit gesprek. En ook bedankt dat wij hier mochten zijn, hè, in deze kerk en bij jouw schilderijen. Dat doet ook wat met het gesprek. Ik ben zeer benieuwd naar die Dominicus. Ik heb een klein beetje het gevoel dat we dat samen doen. Samen schilderen. Ook al heb jij de kwast in de hand. En dus ik zie heel erg uit naar die samenwerking. Ja, dankjewel. En
ontzettend leuk om het ook op deze plek te kunnen doen. En ik hoop dat het gewoon een succes wordt. Want anders heb ik de hele Dominicaanse orde tegen me. En daar heb ik niet zoveel zin in.